Afstandsonderwijs in Marowijne werkt niet zoals verwacht. Tresna Pinas, schoolleider van OS Bambi in Mungo, zegt dat veel ouders geen computer, laptop of smarttelefoon hebben. Hierdoor is het moeilijk het contact te onderhouden. Ook hebben leerlingen van de basisschool in het district in de meeste gevallen geen telefoon, waardoor ze geen afstandsonderwijs kunnen genieten. Dus wat wij doen is lespakketjes meegeven. En als ik praat over lespakketjes, is het nog niet eens dat wat Minof heeft voorgesteld, dat wat Minof in de maak heeft. We werken gewoon vanuit daar waar we gestopt waren. En dan houden we de kinderen bezig, om het zo te zeggen. Door ze werk te geven die ze thuis kunnen maken. Die ouders moeten het komen halen. Lukt dat met alle leerlingen? Nee, het lukt helemaal niet met alle leerlingen. Kijk, in Marowijne, voornamelijk Mungo, hebben we een hosselcultuur. De meeste ouders die gaan hosselen om de kosten te verdienen, zeg maar. De meeste gaan naar hun kostgrondje. En als ze dat niet doen, hebben ze geen inkomen. Vooral in deze situatie. Dus als ouders naar hun kostgrondje gaan, komen ze niet naar de school om een werk voor hun kinderen te halen. Of moet je ze opzoeken, wat weer heel veel tijd in beslag neemt. Of zit je dan met werk dat je hebt gekopieerd voor die kinderen en die ze niet zijn komen ophalen. Dus het is heel moeilijk voor ons, maar we doen ons best. Pina zegt dat zowel de leerkrachten als de leerlingen uitkijken naar het moment dat de scholen weer open gaan. Je merkt wel dat die kinderen terug willen komen naar school. Want elke keer weer als je ze tegenkomt op straat, dan vragen ze van, hey juffrouw, wanneer begint de school? Juffrouw, wanneer kunnen we weer komen? En als mijn auto op het school erf zien, dan komen ze soms ook vragen van, juffrouw, gaan we beginnen? Juffrouw, wanneer beginnen we? En dan doet het me wel wat, want ik kan ze ook geen zinnig antwoord geven, geen goed antwoord geven. Ik weet ook niet wanneer we weer gaan starten. Maar die kinderen zijn enthousiast. Ze zijn al zo lang thuis gebleven, ze willen terug naar school. Anderen komen zelf hun werk halen, als mama of papa niet kan. Dan komen ze zelf vragen. Of ja, zij die soms in de gelegenheid zijn om te bellen, die bellen soms even. Die bellen soms even om te vragen van, hey juf, heeft u al wat gehoord? Ik zeg, nee, we hebben nog niks gehoord. Of ja, jullie moeten nog even aanhouden. Ik probeer ze toch wel zoet te houden. Dat was Tresna Pinas, schoolleider van OS Bambi in Mungo. Ze denkt wel dat met de maatregelen van de minister van Onderwijs dit schooljaar toch succesvol afgerond kan worden.